Gisteren was hij volgens mij nog iets van €350 waard. En nu zag ik hem online staan voor ongeveer €250 tot €300. Hangt een beetje van de staat van de kaart af ook. Maar echt een dure kaart. Wij gaan op zoek naar die duurste kaart. Maar nu is natuurlijk eventjes de vraag. Welke boosterbox gaan wij pakken? In welke van deze sets zit de Lugia Alternate Art? Laat het maar weten, dames en heren. We gaan van beneden naar boven. Dus we hebben nummertje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ik dacht al dat er heel erg veel 4 zou komen. Want dat is natuurlijk mijn lievelingsgetal. 1, 2, 3, 4. Ja, we gaan voor nummertje 4. Daar gaan we. Hoppakee. Ah. Dames en heren, ik heb hier voor mij staan de allernieuwste set, de Boosterbox Silver Tempest, nummertje 4. Daar gaan we. Hier heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb al best wel veel van de set. Ik weet niet of er mensen zijn die hem al hebben opengemaakt. Of die eventueel al die Lugia Alternate Art hebben gepoeld. Gefeliciteerd dan in ieder geval. Bumblebee 1987. Shout out aan jou. Dankjewel voor die Hype Train level 13. Hype Train level 13. Ik bedoel voor je sub via Prime level 13. Wat zeg ik allemaal? Je sub via Prime 13 maandjes. Ongelooflijk. Ja, ik vind dit hele goede kaartjes, dames en heren. Zeker. Dani31, dankjewel voor de 17 maanden sub. Dames en heren, daar gaan we. Hoppakee. Hier hebben we alle packs. En daar gaan we. Ik heb wel bij de boosterboxen gehad dat de linker altijd beter is dan de rechter. Dus laten we eerst beginnen met de rechter. En dan laten we de linker, de betere helft, voor later deze video. Deze livestream. M. Donkey, dankjewel voor de 300 bits. Wordt gewaardeerd. Maar check hoe mooi deze packs eruit zien. Silver Tempest, Sword and Shield. Dit wordt wel echt een hele dikke. Oké, daar gaat hij. Ik ga het anders openmaken dan normaal. Ik doe het gewoon even op deze manier. Omdat ik het voor mezelf openmaak. Dus doe ik het gewoon even lekker snel. Want anders dan zijn we echt heel erg lang bezig met elke keer die kaart drukken. En dat is niet nodig. Dus ik pak nu elke keer van de rechterstapel. En dan gaan we later over naar de andere. Ja, ik ben nog maar net live, Moon. Leuk dat je erbij bent. Ja, dit gaat gewoon lekker snel, dames en heren. Oké, daar gaan we. Knol power. Oh my god. Radiant Alakazam en Serena. Let's go. Ik heb trouwens nog geen eens de sleeves klaar liggen. Maar wat een hit. Nu al. Let's go. Hoppakee. Oké, ik heb even toploaders erbij gepakt en even sleeves. Kunnen de kaarten gekocht worden? Ik verkoop op dit moment geen kaarten die ik openmaak tijdens de livestream. Ik heb wel van wat andere boosterboxen die ik al open heb gemaakt, heb ik kaarten online staan. Dat zijn deze. Deze kaarten heb ik allemaal online staan op mijn card market. Linkje daarvan vind je ook wel in de Twitch chat. Dit zijn alle kaarten die ik dubbel heb. Dus die heb ik allemaal op cardmarket staan. Maar laten we deze eens even lekker gaan sleeven, dames en heren. Damn, wat een lekkere pool. Hey, dankjewel voor die hype train, dames en heren. David119, dankjewel voor je sub. 5 maandjes, shout-out naar jou. En Wien1212, dankjewel voor de 300 bits. Mentos, dankjewel voor de 15 maandjes. Stormzy Days, dankjewel voor je sub. Shout-out naar jou. Hoppakee. Radiant Alakazam. Dat zijn al lekkere pools. Knol power. Lientje, dankjewel voor de sub 3 maandjes. Ik ga hem toch wel op deze manier doen, dames en heren. Anders voelt het gewoon niet goed. Lance. Clang. Krokorok. Dreepy. Swablu. Krokorok. En Dragapult.
Wat is tot nu toe de gekste kaart die je hebt gepakt? Ja, van altijd of van deze set bedoel je? Een 2.0, die ga ik kapot spelen, dames en heren. Jullie kunnen van mij elke dag stream verwachten. En hoe het met Mywin de schouder is, zie je over 2 dagen in de stream. Dan gaan we naar het ziekenhuis voor controle voor Mywin. In een andere stream zei je dat je live ging op 11 november, maar je ging niet live. Nee, helaas kon ik toen toch niet meer. Echt balen. Ik heb 10 boxen voor mezelf geopend, 0 Lugia's en in like 3000 packs nu 1 Lugia. Bro, you serious? En ik heb 4 boosterboxen, 2 Lugia's. GG. Ik heb ze hier alleen niet meer liggen. Ik heb ze al verstuurd naar PSA. Met spoed. Dus ik krijg de Lugia's met spoed, krijg ik ze terug. Eén van die twee moet sowieso een 10 worden. Dat moet. Ze zien er allebei namelijk echt zo smooth, goed en strak uit. Dat is echt niet normaal. Eentje is echt een klein beetje off-center. Maar die andere, die is echt zo smooth en zo gelikt. Dus dat moet een 10 worden. Ik vind deze kaart heel erg op die van Mywin lijken. Of nou, niet op die van Mywin, op Mywin. Vinden jullie ook niet dat deze kaart op Mywin lijkt? Ik vind dat...
Mocht toch niet in jouw gemeente. Ik ga ook geen vuurwerk afsteken in mijn gemeente als dat niet mag natuurlijk. Of ik doe mijn stoute onderbroek aan, dan mag het wel. Oeh, Hypno. Ik vind het zo'n vette kaart. Hé, hey, ik heb trouwens een nieuwe kaart gekocht. Willen jullie die zien? Een PSA 10. Ik ben benieuwd of jullie kunnen raden welke kaart het is. Oké, okay, dames en heren, dit was de rechterstapel. Dus we gaan nu beginnen met de linkerstapel. Welke Pokémon denken jullie dat ik gekocht heb? Radiant is het niet. De Alakazam. Die heb ik net al gepoeld. Maar het is een PSA kaart. Dit is de linkerstapel, die gaan we nu openmaken. Het is geen Zapdos, geen Charizard. Het is geen Pikachu. Ik denk dat jullie het niet gaan raden. Het is echt een moeilijke. Pikachu ook niet. Nee, dat was eigenlijk een beetje voor de hand liggend. Ook geen Snorlax. Geen Rattata. Geen Palkia. Geen Blastoise. Nope. Geen Drowsy, Umbreon. Ik heb tot nu toe alles opgelezen in de chat. Geen Charmander, Togepi, geen Eevee. Geen Poliwhirl, geen Umbreon. Geen Onix, geen Meowth. Ik zie hem nog steeds niet. Geen Scyther, hoe heet die? Gyarados, Mewtwo, nee. Sudowoodo. Geen Bulbasaur, geen Piplup. Geen Ditto. Oh my god, ik zie hem nog steeds niet. Ik dacht al dat het echt heel moeilijk zou zijn. Nope, geen Magikarp. Geen Darkrai. Oh mijn god, ik zie hem echt niet. Carbonkel, dat is hem. Chibi, Carbonkel. Ik zie hem nog steeds niet. Golem. Oeh, Golem. Oei, oei, oei. Oké, dat was een kleine hint van mij. Dat was een kleine hint van mij. Oeh, Graveler. Oeh. Geodude. Oeh. De hint is... Het is dus iets met een G, mensen. Het is iets met een G. Het is iets met een G. Geen Golem. Nope. Geen Gyarados, geen Giratina, no, geen Gengar. Kom op mensen, wat? Ja! Prevalentie, die zegt het. Prevalentie, ja, goed. Het is een Grimer. Ik heb een Grimer gekocht. Dames en heren, ik ben zo gek op deze kaart. Let op. Boom! Check hoe vet. First edition Grimer. Een 10. Hoe gruwelijk is dat? Dat is hard, toch? Weet je wat nog veel vetter is trouwens van deze kaart? En dat is zeg maar het achtergrondverhaal van deze kaart. De reden dat ik deze heb gekocht in een 10 is omdat ik de bandkaart hiervan ook heb in een 10. En de bandkaart is de Grimer die met de ogen onder het rokje kijkt. En dat is dus ook de reden waarom die geband is uit de Pokémon set. Omdat ze het niet vonden kunnen dat Grimer omhoog keek onder het rokje. En die bandkaart heb ik in een 10. Die kaart heb ik gevonden in een 10 in de eBay package die ik openmaak. En die heb ik dus bewaard omdat ik hem super vet vond. En toen kwam ik deze tegen op internet. En toen dacht ik, hey, deze moet ik ook hebben. Dan heb ik hem en normaal first edition. Gewoon zoals die bedoeld is, zeg maar. En dan heb ik ook de band first edition die omhoog kijkt onder het rokje. Hoe hard is dat? Dat is een beetje het verhaal achter deze kaart. Dus dat vind ik wel gewoon heel vet. Oh my god! Yo! Yo! We zijn terug, dames en heren. Wauw! We zijn aan het poelen hier zo. Woo! Let's go! Let's freaking go! Oh my god! Woo! Kom op, man! Let's go! Pool na pool deze man. Oh my god, ik heb gouden handjes, dames en heren. Woe! Ik heb gouden handjes. Ik heb echt gouden handjes. Kijk eens even, het past allemaal niet meer op een rij hier. Kijk wat ik allemaal pool. Het is ongelooflijk. Hier, het past er nog maar net op, joh. Oh my god. Hey, Monkeloid, geef mij een boosterbox. Ik maak hem wel open voor je, hoor. Dan pak ik even die... Alternate Art. Gouden handjes hier zo. Woo! Let's go, let's go. Oh, wat goed.
Wat goed dit. Kijk eens even. En ik heb dit nog te gaan, hè? Easy. En straks ook, dames en heren, Call of Duty multiplayer. Easy. Easy. Ik heb serieus... Ik heb serieus, dames en heren, Call of Duty, hè? Call of Duty multiplayer. Ik heb serieus alle 5 de pistols. Platinum. Ik heb alle 5 de pistols platinum, plus mijn knife platinum, plus mijn riot shield platinum. Nu jij, Wim. Yep. Hey Knuller, dankjewel voor die 5 gifted subs, bro. Dankjewel, man. Thank you, thank you. Nou, komt er weer, dames en heren. Even een mooie pool. Oh, nice. De Seal Stone. Hoppakee. Ja, als Warzone uitkomt, gaan we los, dames en heren. Warzone 2.0. Let's get it. Hey, Gimby, 2234. Dankjewel voor je suppie. Wordt gewaardeerd. Oeh, wat een rijtje kaarten. Weet je wat we nog gaan poelen? Een Lugia V-Star. Ik voel het. Lugia V-Star. No problem. Easy. Wacht. Weet je wat we nog gaan poelen? Een Lugia V-Star. Leafy Camo Poncho. Pokémon! Wat? Ik betaal geen geld om 2 keer dezelfde kaart te krijgen uit 1 pakje? Wat is dit nou weer? What? Kom op, man. Laat er in ieder geval goede kaart in zitten. Oké. Pokémon heeft het goed gemaakt. Salut! Oh, deze man is aan het poelen. Ongelooflijk. Deze man is aan het poelen, dames en heren. Oh. Hey Knuller, dankjewel voor je gifted sub aan Okkemans. En Patoef, dankjewel voor je 2 maanden sub. Nou, nu even die Lugia 4-star, dames en heren. Geen probleem. Daar komt hij in. 3, 2, 1. Oh! Wow! Het is geen Lugia 4-star, maar het is wel een andere 4-star. Dames en heren, we zijn aan. We zijn aan vanavond, op de maandagavond. Damn. Kijk eens even. En we zijn nog geen eens klaar, dames en heren. Wat een boosterbox, hé. Woe! Ongelooflijk, dit. Ongelooflijk. Dat ze in Duitsland zijn, ja. Hé, daar heb je die poncho weer. Aangezien dit de gelukstal boosterbox is, zal de rest... tegenvallen? Nah, dat denk ik niet. Nou, die alternate art, Lugia. Als we die uit deze boosterbox halen, dan stop ik. Dan is het klaar. Dan is het voorbij. Oh, Dragapult. Oké, we hebben nog 4 packs. Dit is een art set. Mooi art set. Laten we de Lugia als laatste bewaren. Danee 2002, dankjewel voor de 5 maanden sub, bro. Wordt gewaardeerd. Als jullie willen weten hoe duur zo'n boosterbox is, dan check eventjes Flashcards. Ga naar hun website en daar kan je de Silver Tempest set bestellen. Arcanine. Nee, ik doe even al die shinies en zo doe ik even opzij, zodat we gewoon wat sneller er doorheen kunnen gaan. Omdat het gewoon Pokémon kaarten zijn voor mezelf. Als Pokémon kaarten zijn voor andere mensen, doe ik ze altijd natuurlijk wel even sleeven. Ook die shiny en zo. Dat doe ik nu later wel. Wanneer kunnen we de nieuwe set bestellen bij Flashcards dat jij ze opent? Dat kan vanaf volgende week. Ik ga nu nog even openmaken voor mezelf. Oké, de Lugia wordt de allerlaatste, dames en heren. Hey, Pikachu. Kan je ook de card trick niet doen? Ja, dat kan. Omdat je het zo lief vraagt. Oké, dat was het. Dat was het, dames en heren.
Dat was de eerste boosterbox. En het resultaat zie je hier. Het resultaat zie je hier. Ik doe eerst even de gesleefde. We hebben hier een Rockruff. Een Ho-Oh. We hebben de Radiant. We hebben Regieleki, als ik het goed zeg. Altaria. Radiant Alakazam. Serpier. En de Passimian. Die hebben we. En dan hebben we hier de Lugia. We hebben Candice, de trainer. Trainster. Serena, alweer trainster. Serpier, V-Star. De V-Guard Energy. En we hebben de Raihan. Oh my god, wat een pools. Wat een pools. Ongelooflijk. Dames en heren, volgende boosterbox. Jullie mogen weer uitkiezen. Jullie hadden nummertje 4 gezegd. Jullie mogen de volgende ook uitkiezen. Knuller, dankjewel voor je gifted sub. Thank you, thank you. Oké, dames en heren. Nummertje 4 zat waar mijn hand zit. Dus dat betekent, dit is 5, dit is 6 en daaronder 1, 2, 3. Dus van onder naar boven. 1, 2, 3, 5, 6. Welke doen we? Ik zie nummertje 2 heel veel. Ja, nummer 3 ook wel redelijk. Nu nummertje 5. Prevalentie is gedisqualificeerd. Die zijn nummer 7. Ja, dat is nummer 2 hoor. Knol power. Ik heb nummer 2 gepakt, dames en heren. Nummertje 2. Hey Knuller, dankjewel voor je gifted sub aan Rolinde. Dankjewel. Dames en heren, ladies and gentlemen. Dames en heren, het is nummertje 2 geworden. Kijk eens eventjes, de Silver Tempest. Boosterbox nummer 2. Daar gaat hij. Eerst weer de rechterstapel, dan de linkerstapel. Let's go. Lantern. Oh, ik heb ook zoveel zin in Call of Duty multiplayer. Misschien is dit al de laatste box hoor. Dan gaan we dan gewoon over naar Call of Duty. Zonder kaarttruc. Weet je wat ik ga doen, dames en heren? Weet je wat ik met jullie afspreek? Omdat ik het voor mezelf openpak. En dit is misschien niet leuk dat ik het ga zeggen. Maar als je een pack openmaakt en je hebt een witte rand, dan is het eigenlijk al geen goede pack. Of vaak niet in ieder geval. Er kan volgens mij wel een trainer gallery in zitten. Kijk. Power. Wat een prachtig voorbeeld. Er kan dus wel een training gallery in zitten bij een witte rand. Maar dat is ook het enige. Voor de rest zit er sowieso geen holo in. Het enige beste wat je eruit kan halen is een training gallery, zoals je ziet. Dus die hebben we gepoeld. Dus dat is hoe we het gaan doen. Een witte rand is snel en een zwarte rand is gewoon... Maar we kunnen ook een mega pack doen. Kijk, dit is een zwarte rand. En dan zul je dus ook zien dat we gewoon met die zwarte rand doen we even dit. Kijk, en dan zul je zien dat ik die Lugia V Alternate Art even pool. In ieder geval een holo. 1, 2. Kijk, zie je een holo. Dat is dus het verschil tussen een witte rand en een zwarte rand. Maar ik zie heel veel mensen zeggen mega pack, mega pack, mega pack. Weet je, dat gaan we gewoon even doen. Hey, Marieke Vet, dankjewel voor je sub via Prime. 6 maanden al. Dankjewel. Ja, daar komt nog een stukje van de studio, Marieke Wiet. Zeker. Oh, dit hoeft trouwens niet. Dit is gewoon een normale. Kijk, niks bijzonders. Knuller, dankjewel voor je gifted sub. Shoutout naar jou. Thanks voor de support. Knol. Kijk, dit is een zwarte rand. Dus dat betekent 1, 2, 3, 4. En dan hebben we... Even kijken, dan is de laatste. De laatste is dan de goede pool. Even voor de zekerheid, ja? Ja, kijk, dat is het dus. En de ene laatste is dus de reverse. Oké. Okay. Dan weet ik hem nu. Dan gaan we even een mega pack maken. Nou, we hebben in ieder geval een Vulpix, V. Kijk eens even. Voilà, de Vulpix. Is dat zwart-witte rand bij elke pack? Ja, bij elke pack. Oh, dit hoeft dus ook niet, want dit is een witte. Dus we gaan gewoon alles zwarte. Ik heb nog steeds een piep in mijn oor, ja. Kijk, hier alleen Altaria. Ik doe alleen die zwarte. Lockdown IKP, dankjewel voor je 21 maandjes alweer. Thank you. Oh my god, what? In die witte rand kan dus ook een gold star zitten? You serious? Oh my god. Yo, dit is een lekkere pool. Gewoon uit een witte, hè, dames en heren. Dus er kan ook een gold star in zitten. Dan weten jullie dat ook meteen.
What the heck? GG. Oké, dat is goed om te weten. Ah, dit is een zwarte. 1, 2, 3, 4. Zo, en dan de laatste. Zo, die leggen we weg. Deze kunnen we wel bekijken. Oké, dit wordt dus de mega pack. Hé, hey, weer een zwarte. 1, 2, 3, 4. En als ik dan dit doe, dan de laatste. Nice. Oké, hier zit nu... Hey, Radiant. Kijk, Radiant is dus de reverse. Dat kan ook. Oké, nice. Dit kan wel eventjes duren hoor, op deze manier. Maar ja, dan hebben we straks wel in één keer pool na pool na pool na pool. Hé, hey, dankjewel Knuller voor je gifted sub en Jarno is superdom. Thank you. What the heck is going on? Look at this beautiful card. Damn, I like this one. This one is nice. Kijk dan. Heel mooi kaartje. Heel mooi kaartje. Damn. Deze twee komen uit een wit randje. Dit is een zwarte. Zo. Oh my god. Yes. 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 Deze had ik nog nodig. Deze miste ik nog. Van de Trainer Gallery set. Heel nice. Die ga ik apart leggen hier. Die miste ik nog. Oh, deze moet ik niet omdraaien. 1, 2, 3, 4. En dan is het de laatste. Hoppakee. Nice. Ja, ik ga lekker hoor, Samantha. Je wilt wachten op die kaarten, 100%. Je wilt wachten op die kaarten die daar liggen. Dit zijn al vier zwarte randjes. Dus dat betekent gewoon vier goede pools. Los van deze die ik hier heb. Wie gaat er met Call of Duty meespelen? Ik heb nog niemand om mee te spelen, dus... Ik heb nog niemand om mee te spelen. Ik zei het verkeerd, ik bedoel, ik heb nog niemand om mee te spelen, bro. Oké, we gaan nu beginnen met de linker helft. Niks. Ja, ik kan wel straks wel even wat mensen uitnodigen in mijn friendlist. Oeh, dit is een zwarte. Zo. Oh, ik ben zo benieuwd naar die kaarten. Oh my god. Dat wordt echt een mega pack, hè? Oeh, weer één. 3, 4. En dan deze hier. Oeh, hey, Oeh, ik ben benieuwd. Ik ga er nu wel snel doorheen, maar deze kaarten zijn voor mezelf. Als mensen kopen bij mij, dan doe ik het altijd... 2, 3, 4. Vijfde. Dan doe ik het altijd wat rustiger. Hé, hey, had ik die nog nodig hebben verzet? Misschien wel. Die leg ik even apart. Misschien had ik die nog nodig, weet ik niet zeker. Een V-star kaartje. Wanneer weer een pack battle? Ja, het lijkt me wel leuk om binnenkort weer een pack battle te doen. Oeh, nice. Nice. Check deze kaart. Woep woep. Wat ik met dubbele doe. Dubbele die een beetje waarde hebben. Zoals een paar euro en zo. Die verkoop ik allemaal op mijn Card Market account. Hey, daar hebben we Myron. Ga je Rebirth spelen of de nieuwe COD? Ik ga de nieuwe COD spelen. De nieuwe COD voor de win. Ik vind het zo'n leuk spel, het is echt niet normaal. Knol power. Little Pinky 32, dankjewel voor je 17 maandjes sub. Dankjewel. Hey Lilligant, die is echt mooi. Oké, we hebben nog 5 packs te gaan. Ja, er komt wel een... was dit nou een zwarte? Ja, volgens mij wel. Oeps, ik heb eentje gemist, sorry. Mawel V-card. Er komt wel een wc in de studio hoor. Alleen die zie je nu nog niet. Die wordt nog gemaakt. Oeh, nice. Radiant Charena.
Hoppakee. Vinden jullie het erg dat ik er zo snel doorheen ga of niet? Hey, groetjes terug. 1, 2, 3, 4. Naar Antwerpen. Groetjes vanuit Zeist naar Antwerpen. Ja, prima tempo dit, toch? Het is juist chill, zeggen jullie. Ja, nu hebben we wel heel snel alleen de pools. Het is weer een witte. Weer niks. Ik vind het niet erg, maar wel onrustig. Ja, dat snap ik, ja. Dat snap ik. Oké, dit is de laatste. Oké, dat was de tweede helft. Dat was de linker helft. We hebben alweer een boosterbox gehad. Daar gaat hij, dames en heren. Zijn jullie klaar? We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We hebben hier 9 kaarten, dames en heren. Hey, Donkey, dankjewel voor de 300 bits. Wordt gewaardeerd. Dankjewel. Oké, daar gaat hij, dames en heren. De allereerste. Oeh, we hebben een holo. Nummer 2. Oh, de Vulpix V-Star, dames en heren. Dat is een mooie kaart, hoor. Echt een mooie. Maar ik heb hem al wel. Dus deze ga ik verkopen op een Card Market account. Je ziet het linkje daarvan wel in de Twitch chat. Oeh, unknown. De V. Deze heb ik ook al. Dus die ga ik ook verkopen op mijn Card Market. We hebben de Forest Seal Stone. Dragapult Holo. De Skuntank V. Oh, yes! Deze heb ik nog niet. Let's go! Oh, wat een mooi kaartje ook. Let's go! Heel nice. Kijk dan, heel erg nice. Lekker. En dan hebben we de Dragonite. Holo. En dit was wel de laatste. Zien jullie het verschil nu, dames en heren? Ik bedoel, dit zijn op zich wel prima kaartjes, hè? Maar zien jullie het verschil tussen die eerste boosterbox en die tweede? Dit is toch niet normaal? Die eerste boosterbox was toch gewoon overdreven goed? Ongelooflijk. Oké, die ga ik apart leggen, want die heb ik nog niet. Dat weet ik 100% zeker. En we hebben deze. Ja, echt bizar. Echt een groot verschil. Maar goed, nu gaan we door naar de volgende. Dames en heren, welke nu? Het is steeds moeilijker om te laten zien. Maar waar de ruimte tussen zit, dat was nummer 4 en nummer 2. Voor welke gaan we nu? 1, 3, 5 of 6? 1, 3, 5 of 6, van onder naar boven. Oeh, ik zie heel veel mensen zeggen 1 opeens. Oké. Dan pakken we nummertje 1. Nummertje 1. Daar gaan we. Willen jullie weer een mega pack? Hoe kom je aan die sleeves met groen randje? Via flashcards ook. Oeh, meteen een zwarte. 1, 2, 3, 4. En dan doen we deze apart. Oeh. Ja, dan gaan we weer voor de megapack, hoor. Even weer tempo erin. Ja, snap ik. Oeh, nice. Twee zwarte achter elkaar. 1, 2, 3, 4. Dan deze hier. Ja, we kunnen altijd nog andere goede kaarten poelen. Oeh, alweer een zwarte. Oh my god. What the heck? Oeh, nice. Nice. Deze heb ik ook nog niet. Oh, heel erg chill. Malamar. Oh, hier ben ik heel blij mee. Die leg ik ook even apart. Kijk, zo komt mijn verzameling wel compleet. Kijk, nu hebben we weer een witte. About
Kijk, nu hebben we allemaal die witte. Jeetje, moet je de trein halen of zo? Zo jaag je echt Pokémon's, echt hè? Ja, de reden dat ik dit doe is omdat het packs zijn voor mezelf en niet voor iemand anders. Want ik snap dat als je packs koopt dat dit natuurlijk niet leuk is. Er is geen hype moment, niks. Het is gewoon boom, boom, boom. Het is gewoon zoeken naar die kaarten, mensen. Zoek, 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 zoek. Zoek, 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 zoek. Oh! Deze heb ik ook nog niet. Oh, lekker hoor. Hoppakee. Judge. Trainer. Heel nice. Heel erg nice. Hier ben ik blij mee. Die leg ik even apart. Die heb ik ook nog niet. Hey Anouk, dankjewel voor de 365 bits. Wordt gewaardeerd, dankjewel. Thank you, thank you. Oeh, zwart randje. 1, 2, 3, 4. En dan deze hier. Oeh. Oeh, nice. Jinx. Trainer Gallery. Die heb ik al. Gaat weer op kar maken. Enzo, hoe kan je nog een korte mouwen zitten? Ik zit helemaal te kou kleunen. Ja, ik heb hier een computer aanstaan en allemaal studiolampen en achter mij allemaal lampen. Dus die geven wel aardig wat warmte. Kijk, dit willen we zien, die zwarte randjes. Let's go, let's go. Sinds wanneer heeft Twitch een 4 keer snelle afspeelsnelheid? Oh, dit was een witte. Oeps. Oké, dit is de laatste pack van de rechterkant. Oh, nice. Pikachu Reverse. Nice. Oké, nu gaan we door naar de linker packhelft. Oh, daar gaat hij. 1, 2, 3, 4. En dan deze hier. Dit is gewoon de openingssnelheid. Ik heb zin in kot. Echt, hè. Hey, gekke crimineel. Leuk dat je erbij bent. Eén, twee, drie, vier. En dan deze hier. En nu gaat het er heel snel doorheen. Maar straks weten we dat deze kaarten allemaal hits zijn. Hè? Dus dat wordt echt super lijp. 1, 2, 3, 4. En dan deze hier. Hebben we een lange vlog morgen? Oeh, moet ik even kijken. Waar is mijn muis? Oh, daar. Even kijken. 30 minuten. De vlog van morgen is 30 minuten. Is dat lang genoeg? Waar koop je de Pokémon kaarten packs? Val tegen, zegt Potje. Kan je hem een ban geven van een dag? Want als er iemand is die bepaalt hoe lang een vlog is, dan ben ik dat, ja? Klaar ermee. Nee hoor, geef maar een time-out van 5 minuutjes. Dat is prima. Time-out van 5 minuten is prima hoor. Maar je moet niet vergeten wie de eigenaar is van mijn YouTube-kanaal, hè? Dat ben ik. Nee, gekheid. Eén, twee, drie, vier. Oh, wat doe ik nou? Ik leg ze gewoon niet apart. Dit doet me denken aan die vlog dat je net boos was op Calvin. Hè? Wat? Dat ik net boos was op Calvin? Oh, dat kan ik me geen eens herinneren. Knol Power. It's Anki, dankjewel voor je sub. 3 maandjes, dankjewel. Ik durf gelijk niks meer te zeggen. Oh ja, dat telefoongesprek dat hij me na ging doen inderdaad. Oh ja, klopt.
Oh ja, nu weet ik het weer, ja. Kan iemand even de cardmark link van mij droppen in de chat? Iemand vraagt erom, die kan hem niet vinden. Je was stiekem echt boos, hè? Nee, ik was niet stiekem echt boos. 1, 2, 3, 4. Die daar. Hoppakee. Nee, ik ben niet zo snel boos, hoor. Oké, dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Voor die stapel? Stapel met hits. 1, 2, 3, 4 en dan die daar. Oeh, dit worden hits, dit worden hits. Dit is allemaal niks. Oeh, nice! Yes! Oh, yeah! Lekker hoor, deze heb ik ook nog niet. Knijters, deze is gruwelijk. Oeh, deze is heel dik. Damn. I like your bike. That's a cute bike, girl. Where you going with the bike, eh? You want me to fix your bike? What? You have no money? You have no money to fix your bike? Damn. If you know, you know, eh? If you know, you know. So is this your bike? Yo, rip the legend, man. Rip the legend. Oké. Dames en heren. We hebben hier dus een paar kaarten die ik nog niet heb, waar ik super blij mee ben. Hey Anki, dankjewel voor je gifted sub aan Igortje. En Donkey, dankjewel voor je dono. Ik ben nog wel even, dus als je teammate nodig hebt, invite maar, let's go. Ja, tuurlijk, ik invite je straks wel. Deze ga ik toevoegen aan mijn set, die heb ik nog niet. Deze ook. Echt super blij mee hoor. Deze trainer gallery, deze. Woe! Zo, pardon. En nog een trainer gallery. Dus dat zijn alweer 5 kaarten die ik ga toevoegen aan mijn set. En nu, dames en heren, de Lugia Alternate Art. Voor alle mensen die het willen zien, dit is de eerste. Ho is effe! Ho is effe! Ho, ho, ho! Wow, 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 wow! Is dit zo'n avond, dames en heren? Is dit zo'n avond? Oh my god! Oh! Het gaat helemaal fout. We hebben een V-kaartje. Rapidash Holo. Hey, tot nu toe is deze nog wel de pool, hè? Maar let maar op. We hebben nog even te gaan. Oh. Ben ik die Lugia-poeler, dames en heren, of wat? Oh my god. Ongelooflijk. Hoe doet hij het toch? Zo, hebben we nog even een V-startje. Mawaal V-star. Let's get it. Nice. Ursaluna. Hello. Say hello to my little friends. Energy. Switch. Deze had ik ook nog niet. Oh, wat lekker. Lekker zeg. Oh, wat is dit een mooi kaartje. Oh, wat ben jij mooi. Oeh, echt een mooi kaartje jij. Je voelt ook helemaal lekker jij. Mooi kaartje. Sealstone. Lekker. Oh, oeh, wat een mooie kleurtjes. Rainbow. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Ho, 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 ho. Let's go. Are you shitting me? Huh? You want me to fix your bike? Huh? No money? What? Whoa, how is that? Woo.
Oh my god. Oh my god. Dames en heren, wat een boosterbox weer. Mijn fiets is in orde hoor. Oké, ik hoef je fiets ook niet te maken, oké? Dames en heren, daar komt de laatste. De laatste, oké? De allerlaatste. Zijn jullie er klaar voor? De krokodil. Baby shark, dude. Oh nee, het is... Snap. Oh, dit was toen niet de laatste. Prank. Reshiram. Dat is de laatste. Dat is de laatste. Oh my god. Wat een pools weer. Wat een pools weer. Kijk nou eens even. Kijk, dit setje is even shinen. Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet normaal? Zo, die gaan we even sleeve hoor. Ik heb ze alle drie nog niet. Dus dat is perfect. Dat is 1. Dat is 2. En dat is 3. Woep woep. Deze had ik al wel. De Lugia V, die had ik net ook al gepoeld. Dus deze ga ik weer op mijn card market zetten. En deze heb ik ook al. Dus deze ga ik ook op mijn card market zetten. Hij is een beetje off-center wel. De rechterkant is iets dunner dan de linker. En de achterkant is ook wel een beetje off-center. Deze kant is iets dikker dan die. En de onderkant is iets dikker dan die. Maar hey, een ho-oh is een ho-oh. Oh my god, wat een lekkere kaartjes allemaal. Nou, laat maar even dat polletje komen. Gaan we Call of Duty doen of gaan we nog een boosterbox doen? Lavemme Shannik, dankjewel voor je 2 maanden sub. Hoi Enzo, eindelijk mezelf kunnen abonneren. Hoe gaat het met jullie? Ik ben een trotse fan. Je hebt mij donkere dagen gehad.
In de chat gelezen, nerd. Hé, hey, kan je 5 minuten time-out geven aan Billy? Hoezo ben ik in één keer een nerd? Waarom zo onaardig, man? Ga maar even 5 minuten in de hoek zitten. Lullig, man. Zeg het ook niet tegen jou. Ja, het was chaos in de chat. Ik las het niet goed, blijkbaar. 1, 2, 3, 4. Ja, ik ga een kus geven aan Myron, ja? Je bent mijn afleiding, Enzo. Nou, dan hoop ik niet dat je met je vriend in bed ligt. Want dat zou niet nice zijn. Maar wel fijn dat je graag naar mijn streams kijkt. 1, 2, 3, 4. Oh, nice. We hebben Smurgle. Weet je dat ik dit wel serieus een vette kaart vind? Gewoon omdat hij al die kleuren heeft. Al die mooie kleuren. Ja, ik ga naar Myron. Ik ben bijna klaar. Nog een paar packs. Dan ga ik meteen even wat drinken pakken nog. Hier, zelfs Samantha vindt het mooie kleuren. Heb jij die nieuwe packs eigenlijk al opengemaakt, Samantha? 1, 2, 3, 4. Deze hier. Oké, ik ga even een kus geven aan Marvin, die gaat slapen. Ben zo terug. Hey, Bart Remco, dankjewel voor je 5 maanden sub, bro. Wordt gewaardeerd. Dames en heren, ik heb hier nog 1 stapel. Als deze stapel voorbij is, dan gaan we Call of Duty doen. La Femme Mechanic. Oh, La Femme Mechanic. Dankjewel voor je gifted sub. Wordt gewaardeerd. Oh, yes. Alweer een kaartje die ik niet heb. Oh my god, wat ben ik lekker aan het poelen. Precies de kaarten die ik niet heb. Dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Dat kusje van Myron bracht mij gewoon geluk. 1, 2, 3, 4. En dan hebben we hier ook gewoon nog eens even een zwarte codekaart. Je poelt lekker, broer. Ja, toch? Zoogar cool. Ja, toch? Ja, toch? Ik mag niet klagen, hoor. Ja, toch? Ik ben lekker aan het poelen. Buurvrouw, ik ben lekker aan het poelen. Joker. Weet je wat wel echt super chill is? Ik kan altijd zo hard schreeuwen als ik wil. De buren hebben nooit last. Want boven mij slaapt niemand. Onder mij slaapt niemand. Ja, alleen naast mij slaapt iemand. En dat is... Oh, 1, 2, 3, 4. En dat is Myron. Dus daar moet ik wel een beetje zachtjes voor zijn. Hey, Jamiro-fan. Dankjewel voor de 500 bits. Hey Enzo, ik wil je toch even bedanken voor de jaren dat je al vlogt. Ik kijk al vanaf je fietsongeval. Zo, dat is echt lang geleden. En zal nog jaren blijven kijken als jij ze nog jarenlang maakt natuurlijk. Lol. Hey, dankjewel Jamiro. Dat is lief. Dankjewel. 1, 2, 3, 4. Boom. Zo, we hebben echt veel pools straks te gaan hoor. Oeh. Radiant. Elke zam met de lepels. Yo. Wat een kaart. Kennen jullie Uri Geller nog? Die deed toch altijd lepels? Die deed lepels. Dat klinkt wel een beetje gek, maar je snapt wat ik bedoel, toch? 1, 2, 3, 4 en dan deze hier. Oeh, Jinx. Boom. Jinx, jij? Ja, die deed lepels en andere vette trucjes. Hey, groetjes terug naar Den Haag.
Ik denk dat voor de mensen die nooit Pokémon kijken en dit zien, echt denken van jeetje, wat is die gast aan het doen? Hij gaat er echt als een gek doorheen, we zien geen eens de kaarten. Ja, zo maak ik dus voor mezelf open, omdat ik gewoon al zoveel Pokémon kaarten heb opengemaakt. Ja, klopt, ik snap er geen reet van, zegt Bob de Builder. Nee, dat snap ik. Totdat ik deze stapel omdraai, hè, dan gaat iedereen los. Inderdaad, het is de eerste keer dat ik kijk. Ja, weet je wat het is? Oké, voor de mensen die nu voor de eerste keer kijken en nu net inschakelen en denken, wat gaat dit snel, wat gebeurt er? Ik leg het nog even één keer uit. Dit is een Pokémon pakje. Dit is de allernieuwste set, Silver Tempest. Normaal gesproken maak je een pakje open. Je kan dus aan die zwarte rand zien dat er een goede kaart in de pack zit. Als het een witte rand heeft, zoals dit, een witte rand, dan zit er meestal geen goede kaart in. Kan alsnog in deze set, maar meestal een iets mindere kaart dan de zwarte. Dus wat je doet met die zwarte is 1, 2, 3, 4. Dan leg je hem achteraan, draai hem om en dan ga je openmaken. Maar omdat ik hier een mega bijzondere pack aan het maken ben, leg ik de beste kaart weg. Nou, stel voor je draait hem dan om, dan ga je kaart voor kaart bekijken. Maar omdat ik zoveel packs heb opengemaakt van deze set, ja, doe ik dat dus niet en leg ik de beste kaarten weg. Nou, dit is dus een reverse. Na die reverse komt er dus een goede en dat is die. Maar deze kaart bewaar ik dus en die bewaar ik dus de hele tijd. Dus kijk, dit is bijvoorbeeld een witte. Dus normaal gesproken 1, 2, 3, 4 doe je hem achterop. En dan ga je dus stuk voor stuk ga je de Pokémon kaarten bekijken. Maar aangezien dit allemaal gewoon normale kaarten zijn, is eigenlijk de laatste kaart het leukst en dat is deze. Snap je? Dat is dus hoe het zit. Broek van den Luc, dankjewel voor je 2 maanden sub. Shoutout aan jou man, dankjewel. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor, dames en heren? Nooit geweten, nu snap ik mijn zoon zijn trucje. Ja, daarom doen heel veel mensen 1, 2, 3, 4 en dan achterstevoren en dan draaien ze pas om. Daar gaat hij, dames en heren. De allereerste kaart is een Dragonite. We hebben hier echt serieus een flinke stapel, kan ik jullie vertellen. Kijk dan. We hebben echt een flinke stapel die we kunnen poelen, hoor. Dit zijn gewoon allemaal goede kaarten. Daar gaat hij, dames en heren. De allereerste. Oeh, nice. We hebben de Ursaluna V-kaart. Dit is precies dus weer zo'n kaartje die ik nodig heb, hè? Precies zo'n kaartje die ik nodig heb, dames en heren. Brandon, dit is perfect. Nice, dit is echt perfect. Heel erg nice. En dan, een mooi vierkaartje. Ik heb deze kaart al wel, maar het is een mooi vierkaartje. Dan hebben we de Rapidash Holo. Zo, dit zijn echt aardig wat kaarten die ik belangs kan gaan, hoor. Oh my god. Deze heb ik gewoon al. Dit is Myron. De worker. Rainbow. Hele vette kaart hoor dit. Check hoe shiny die is ook. Heel erg mooi. Echt heel erg mooi. Oef. Oh, ik pakte er eentje te veel. Oepsie. Dat betekent trouwens dat ik deze op mijn card market ga zetten, hoor. Deze. Die van Myron. Die heb ik dus dubbel. Hier hebben we Arcanine V. Dan hebben we hier een Holo. Oeh, heel erg nice. De V-Max komt nog even voorbij. Oké. Dan hebben we de Crocodile. Sneez na Snappy. Oeh, Omastar. Oma staat aan de top. Dragapult, Holo. We hebben nog iets van 4 kaartjes te gaan. Oh. Wow, let's go, baby. Let's go. Oh my god. Let's go. Dit is een van de duurste kaarten van de hele set. Oh my god. Heel sick. Heel erg sick. Check hoe mooi deze is. Wauw. Heel erg sick. En dan gevolgd door een V-kaartje. En gevolgd door een Crobat. En dat is het. Damn, wat een lekkere boosterbox weer, dames en heren.
Wat een lekkere boosterbox weer. Check deze kaartjes. Dit is echt nice. Brandon had ik nog niet. Deze had ik al wel. Allebei. Maar ik denk dat ik deze... Even kijken hoe die eruit ziet hoor. Oké, de rechter is ietsjes... Ietsjes minder. Ja, deze is wel dik hoor aan de zijkant. Deze is wel dikker dan de andere. Dit is een perfecte kaart voor in je binder. Maar voor PSA zal die nooit een 10 halen in ieder geval. Maar het is wel echt een super mooie kaart. Deze ga ik op Card Market zetten. Deze komt op Card Market. De worker is al verkocht trouwens. Ik zie een appje binnenkomen op mijn tweede scherm. Hey Enzo, kan je de worker rainbow voor me apart leggen? Dus die worker rainbow is al weg. En deze Brandon had ik zelf nodig. Super nice. Echt blij met de kaarten die ik heb gepoeld. Ja, en deze unknown die ga ik dus op kaartmarkt zetten. Heel nice. Mooi kaartje. Heel dik. Wat bedoel je met binder en PSA? Oké, nog even iets voor de nieuwelingen. Het is namelijk zo. Stel voor, je vindt een kaart heel erg mooi. Of je weet dat een kaart duur is. Maar je wil de kaart nog meer waard laten worden. Dan kan je hem opsturen naar een bedrijf. Stel voor, je vindt deze kaart heel mooi en heel vet. En je weet dat deze kaart uit zichzelf al 20 euro is. Dan kan je bijvoorbeeld deze kaart naar PSA sturen. Het beste voorbeeld eigenlijk is met deze kaart. Dus we hebben hier deze kaart. Nou, ik ga even... En dit is puur even een prijs... van Card Market, oké? Okay? Heel even inloggen. En dan zoek ik hem even op. Oké, deze kaart... even kijken, waar staat die? Ik leg het even aan jullie uit. Deze kaart staat er voor het goedkoopst op. Voor... Oh, dat is wel gek. Hij staat er voor 40 euro op. En na die 40 euro staat hij er voor 54 euro op. Dus er is iemand die heel erg graag van die kaart af wil. Dus twee keer staat hij erop voor 40 en daarna 54. Dus laten we zeggen, deze kaart is 50 euro waard. Je kan deze kaart, als hij er dus echt super goed uitziet... kan je deze kaart opsturen naar bijvoorbeeld PSA. Dat kost je 25 euro in bulk. Dat houdt in dat het echt een jaar duurt of zo voordat je hem weer terug hebt. Als je hem dan terugkrijgt... Dan krijg je hem terug in zo'n slab als dit. Stel voor, ik heb dan een 10. Je ziet hier rechtsboven dat deze kaart een 10 heeft. Stel voor, je hebt deze unknown. En die is dus nu 50 euro waard. Dan stuur je hem naar PSA. Dan kost het je 25 euro. Krijg je hem bijvoorbeeld binnen een jaar terug. Dan krijg je hem in zo'n slab. Dan kan het maar goed zijn dat als hij een 10 krijgt... Dat hij dan in plaats van 50 euro los... Dat hij dan, omdat hij in zo'n slab zit, omdat hij van PSA is... en PSA heeft een grote naam onder in de Pokémon-wereld, de verzamelwereld... dan kan het maar zo zijn dat die kaart bijvoorbeeld in één keer 200 euro is. Het kan ook zijn dat die kaart 100 euro is, 400 euro. Hangt er even vanaf hoeveel kaarten er wereldwijd zijn met een 10. Hoe minder kaarten er in een 10 zijn, hoe meer waard die is natuurlijk. Dus dat is een beetje het ding, zeg maar. Ja, en er zijn mensen die dit verzamelen. Er zijn mensen die verzamelen Grimers in een 10, First Edition. Er zijn ook mensen die verzamelen dus deze in een 10. Dat is een beetje hoe het werkt. Dus ja, dat is de uitleg. Oké, goed. Alle kaarten opzij. Pokémon is mooi geweest. Wij gaan nu een feestje vieren in Call of Duty. En daar heb ik wel knijters veel zin in, hoor. Ja hoor. Kan ik een beetje hype krijgen voor Call of Duty, dames en heren? Damn. Daar komt het headsetje even bij. Woo! Let's go! Hopen dat alles mee zit. De lobby's. Het laden ervan. Alles erop en eraan. Alles! En ik wil iedereen pakken. Alles, iedereen. Oké, nu wordt het een beetje raar. Knijfen en zo. Nee, ik ga niet knijfen. Ik ga niet knijfen, dames en heren. Ik heb een knijf al platinum. Sorry voor de flex, maar ik heb hem al platinum, ja. Yep. Riot Shield? Nee, Riot Shield ga ik ook niet. Die heb ik ook al platinum. Sorry. Ja.